Het was zondag een drukte van belang aan de Maas, waar zich onder een stralend zonnetje een grote menigte had verzameld om Sinterklaas en zijn Pieter hartelijk welkom te heten in Vierlingsbeek en Groningen. Het leek nog even mis te gaan toen de koetheiligman met zijn boot aan Vierlingsbeek voorbij leek te varen. Maar dankzij het harde zingen en schreeuwen van de kinderen wisten ze de juiste halteplaats, de veerpont aan de Staaiweg, gelukkig nog te vinden. Daar werden ze onder luid applaus en met de mooiste Sinterklaasliedjes begroet. Sinterklaas is altijd blij als hij in Vierlingsbeek en Groningen voet aan wal zet. Vierlingsbeek en Groningen, hallo! Wat zijn jullie er leuk uit? Dag Pietjes, dag Sinterklaasjes. Ongelooflijk, kijk er eens om je heen. Al die kinderen zijn allemaal gekomen van Sinterklaas en de Pieten. Ik ben zo blij, zo blij. En wat vindt u altijd zo mooi in de optocht hier? Nou, ik vind het mooi dat we hier met de boot kunnen aanleggen. Vind ik wel belangrijk. Dus we kunnen onze eigen boot meenemen. En ik vind het gewoon zo leuk dat al die kinderen verkleed zijn. Dat vind ik leuk, hè Piet? Ja, absoluut. Ja. U heeft de reis vanuit Spanje, heeft het mooie weer maar meegenomen. Ik heb de zon meegenomen in het vliegtuig en daarna op de boot. Dat klopt, ja. Ja. En heeft u nog een tip voor de kinderen hier uit Vierlingsbeek en Groningen? Ja, die ga ik in de kerk zeggen. Dat is een kleine verrassing. Vind je dat goed, Ron? Dat ik dat even bewaar voor in de kerk? Vind ik helemaal goed, Sinterklaas. Het heeft met de schoen te maken, ja, meer zeggen. Precies. Hartstikke goed. Piet, wil u nog iets zeggen? Hoe is het hier om bij de kinderen te zijn? Ja, super. Wij zijn super blij. Oh. En alle kinderen die zijn... Moet je toch die gezichtjes eens zien? Dat doe je toch allemaal voor? Dus wij zijn super blij in ieder geval. Hè? Ja. En jullie hebben genoeg pepernoten en snoep meegenomen. Oh, als ze maar goed de tanden poetsen, dat zeg ik er ook bij. Want de brood is helemaal vol. Heb ik nog één dingetje, want ik hoor de kinderen maken zich allemaal zorgen over de cadeautjes. Gaat dat goed komen, Sinterklaas? Ja, want de streepjescode die werkt nu perfect. Ja. Dus alle straten hebben we in de zakken zitten met streepjescode. Nu missen we alleen nog de tekeningen van de kinderen. En dan moeten ze alleen nog hard zingen, denk ik, thuis, hè? Ja, zingen en een tekening in de schoen en dan komen wij voorbij. Helemaal goed. Helemaal dank u wel. En ik wens je een fijne dag. Dank u. Dank u wel, hè. Dag hoor. Dag hoor. Dag hoor. En wat staat er zoal op de verlanglijstjes van de kinderen? Dan ga ik even hier links beginnen, bij de Sinterklaas. Sinterklaas, wat heb jij, de kleine Sinterklaas, wat heb je op je verlanglijstje staan? Wat heb je erop staan? Deur. En wat nog meer? Knuffels. En wat nog meer? Ik ken de spellen. En wat heb jij allemaal op je verlanglijstje staan? Paw Patrol. En nog meer? Nog meer Paw Patrol. Gokmachine. En wat heb jij erop staan? Ja, nerven. Wat zijn dat voor dingen? Het zijn zo'n geweertjes met pijltjes. Ja. Oké. Wat heb je erop staan? Stiften. Slijm. Ja. En robots. En vlakband. En andere dingen. Hartstikke. Ik ga niet van Lego of robots of zo. Donkey Kong. Ook de Pieten genieten. Ja, Pierre, Pieter, wist dat om in Nederland te zijn? Ja, goed. Het is hier wel warm, zeg. Maar gelukkig zijn we wel op temperatuur gewend in Spanje. En dan de vliegreis, hebben jullie goed verteerd, alles goed overleefd? Ja, we hebben leuke liedjes gezongen en het was gelukkig niet zo lang. Hebben jullie nog een tip hier voor de kinderen uit Vierlingsbeek en Groningen? Wat moeten ze de komende dagen vooral doen? Heel hard zingen en lief zijn. Vooral hun. En gaat dit goed komen? Want de kinderen maken een beetje zorgen over de cadeautjes. Maar gaat dat allemaal goed komen? Ja, dat komt goed. Als de kinderen een brief blijven schrijven en op een Sinterklaasje nou kijken waar de cadeautjes zijn, dan komt het allemaal goed. Vervolgens trok de stoet onder aanvoering van Sinterklaas en zijn Pieten naar de kerk in Vierlingsbeek, waar het programma werd voortgezet met allerlei spellen, een kennismaking met de Sint en ongetwijfeld het zingen van heel veel Sinterklaasliedjes. Want daar is goed op geoefend.